De gemeenteraad van Dronten heeft vorig jaar vastgelegd dat arbeidsmigranten niet op bedrijventerreinen mogen wonen. Zo langzamerhand neigt de raad ernaar om het toch toe te staan. Maandag hield de SP een avond over huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Peter van Bergen legde uit wat de stand van zaken is met betrekking tot de industrieterreinen. De stand van zaken is zoals die is. In de visie stond het erin, maar dat is eruit gehaald door de gemeenteraad. Wel met een duidelijk amendement. Niet een nee tot in lengte van dagen, maar een nee omdat op dat moment de effecten van wonen op het bedrijfterrein niet goed genoeg konden worden ingeschat. Daarom heeft de gemeenteraad ook besloten dat uit de visie te halen. En ik inderdaad, u bent een goede luisteraar en ik probeer dat ook te zijn. En ik hoor inderdaad ook dat er toch ruimte gezocht wordt van nou, doe dat onderzoek nou en breng ons ook in beeld wat de consequenties zijn van een logiesfunctie of een woonfunctie op een bedrijventerrein. Nou, daar zijn we op dit moment ook mee bezig om dat onderzoek te laten uitvoeren. En op basis daarvan zullen we ook nader met de gemeenteraad in gesprek zijn of er wellicht voorwaarden te formuleren zijn dat het wellicht toch mogelijk is. Maar goed, het is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Het is niet in beton gegoten, het is geen statisch document en je leert aldoende. En de discussie, wat vanavond bijvoorbeeld ook naar voren kwam, wat de wethouder zegt van ja, er is besloten om het niet op bedrijventerreinen te doen. En de gemeenteraad was daar heel erg tegen. Nou ja, weet je, aldoende leert men. Waarom niet als het dan wel werkgelegenheid is en als daar op een of andere manier wel goede voorzieningen in te passen zijn, waarom zou het dan niet bespreekbaar moeten zijn? Wat zijn jullie eerste bevindingen? Dat onderzoek loopt, dus daar kan ik nog niks over zeggen.